Goedemorgen, het is donderdag. Wij zijn even gezellig, mam en ik, naar de markt. We zitten nu, dit werkt niet, in de parkeergarage. En we gaan zo naar de markt toe lopen. Dat is ongeveer 5 minuutjes lopen vanaf de parkeergarage, want bij de markt hebben ze een plek om te parkeren. En dan zal ik jullie even meenemen naar de markt. We zijn hier op de markt en het is eigenlijk gewoon allemaal kraampjes voor winkels op de straat. Kijk. Je hebt hier dan aan deze kant bijvoorbeeld een paar eetkraampjes. En hier heb je dan weer fruitkraampjes. En er rijden ook overal gewoon scooters. En soms rijdt er een auto tussendoor. Kijk, hier heb je fruitkraampjes. En die doeken zorgen ervoor dat er niet te veel zon op komt. Je kan hier ook kleding en gewoon warm eten kopen. Wij gaan zo eventjes wat fruit kopen. Hier, hele eenden. En op deze markt komen niet zo heel vaak blanke mensen, volgens mij. Tenminste, we hebben er nog nooit één gezien en we komen hier al regelmatig. En iedereen staart ons aan. Ja, iedereen staart ons aan. En soms, ja, ze blijven gewoon dom staan loeren. Daar houden ze hier wel van. Kijk, hier heb je durian, zo'n speciale vrucht. Het is dus eigenlijk echt één chaos. Hier verkopen ze ook gewoon vis. Soms op ijs, soms niet op ijs. Je kan hier bloemen kopen. Hier koop je rijst in bamboe of bananenbladeren daar zo. Allemaal typische Taiwanese gerechten. Iedereen staat ook overal gewoon stil midden in het pad en loopt boven elkaar heen ongeveer. Oh, even wachten op mama. Hier heb je weer vis. Hallo. En je hebt hier dus ook een winkeltje zitten aan deze kant. En dat is eigenlijk een soort Action. Alleen dan Taiwanese. Hier zit ook gewoon een juwelier. En dan het fruit ligt hier gewoon uitgestald op de grond. En dan kan je weer allemaal bestekdingen en zo kopen en zo. Dus eigenlijk kan je echt alles kopen ongeveer. Allemaal exotische fruitsoorten, dat is nogal logisch. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld dragon fruit. Dat is die. Die is super lekker. En dit is, ze noemen het dragon's eye. Het is zeg maar een soort lychee. Alleen dan bruin. Van de buitenkant, van de binnenkant gewoon hetzelfde. Het smaakt ook precies hetzelfde. Maar ze is echt super lekker. En die koop je hier dus gewoon in bosjes. Hier heb je ook heel veel passievruchten. Dat zijn die. En ananassen, mais. Komkommers hebben ze niet zo groot. Dat zijn echt mini komkommers hier. En ze hebben ook wel bloemkool en zo, maar dat is ook mini. En broccoli en bloemkool is vaak heel duur. Wat ze wel heel goedkoop hebben is gember. En dat koop je hier ook echt in stammen. En zoete aardappels eten ze ook veel hier. Dit zijn allemaal zoete aardappels. En dat is 500 gram voor 20. Dus dat is nog geen euro voor 500 gram. Zoete aardappels. We zijn hier bij een groentekraam en het is hier super druk. Iedereen staat in de rij met de groenten. En hier kan je paddenstoeltjes kopen, avocado's, wortels. We zijn nu in het overdekte gedeelte van de markt. Kijk, hier binnen. Heb je ook weer allemaal fruit, groenten, paddenstoelen. We hebben net even hier buiten nog fried noodles en fried rice gekocht. En je kan hier, het is hier eigenlijk een beetje een vervallen zooi. Maar je kan hier dus ook nog naar boven. En boven is alles vlees en de vis. En daar kan je dus ook gewoon met je scooter heen rijden. Vanaf buiten, dat is echt super vaag. Lijkt gewoon eigenlijk op een parkeergarage, maar het is gewoon een markt. En op deze markt heb je zelfs kleding en juwelen, eigenlijk gewoon weer alles. Je kan ook ongeveer overal eten kopen, als in eten wat je nu meteen op kan eten. En dit is een beetje de binnenmarkt, maar deze gaat meestal best wel vroeg dicht. Volgens mij zijn er nu ook al wat dingen gesloten.
spijt me. Welke kant is het? Hier kan je ook weer vissen en schelpjes kopen. Tassen. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het hier kopen. Ze zitten hier ook gewoon dingen op de straat te snijden. Die man is een wintermelon aan het snijden. En dat doet hij gewoon op de stoep. Nou ja, op de weg hier, zeg maar. Op de tegels. In plaats van op een snijplank of een tafel of zo. Gewoon met een groot mes. En dan loop je dan tussendoor. Wij zijn weer terug van de markt. En we hebben even heel veel fruit gekocht. Onder andere 3 mooie mango's. Voor ongeveer 1 euro per stuk. 6 appels. Nou ja, niet heel interessant. Die zijn wel wat duurder hier. We hebben ook eten gehad. Fried rice en fried noodles. Ongeveer 1 euro per bakje. Het ziet er zo uit. Ik kan het even laten zien. Dit is de fried rice. 2 doosjes voor vanavond. En de fried noodles ook voor vanavond. Dan hebben we vanavond lekker eten en hoeven we niet te koken. We hebben nog meer fruit gekocht. En meloen. Die was wel iets duur bij een kraampje, want het was gewoon een iets duur kraampje. Citroenen. Ook wel citroenen. Dan kunnen we weer lekker citroensap maken. Het lijkt dus een beetje op limoen, omdat ze zo groen zijn. Kijk, we hebben hier ook nog liggen. Het lijkt gewoon heel erg op limoen. Alleen het is dus citroen. Alleen de citroenen zijn hier dus gewoon groen. We hebben heel veel. Nou, we hebben 10 passievruchten gekocht voor ongeveer 70 cent per stuk. Die zijn hier ook mooi goedkoop. Nee, nog niet eens 70 cent. Nou, het was samen ongeveer 1,50 euro voor 10 passievruchten. We hebben schattige banaantjes. En dat was het. Dat is dus alles wat we hebben gekocht. We waren in totaal denk ik nog geen 20 euro kwijt voor dus mango's, appels, meloen, citroen, passievrucht, banaan en avondeten. Wij hebben eventjes citroensap gemaakt en we zijn nu nog guave, gember, citroensap aan het maken. We hebben hier 3 flessen in de koelkast staan. Het is eigenlijk heel simpel. Kijk, dit is citroensap. We hebben dus 3 flessen van. Je was de citroen, je snijdt ze in stukjes, je blendt ze. Doe je wat water bij, suiker erbij. Dan zeef je dat en dan gooi je er nog wat meer water en suiker bij. En dan kan je het al in een fles gieten, dus dat was super snel en simpel. En nu hebben we weer voor nou ja, ongeveer 3 dagen of zo citroensap. En nou hier zijn we dus van guave, Taiwanese guave, ook sap aan het maken. En dat moet je ook weer zeven en dan lijkt het hier op gewoon smurrie. Maar het is dus gewoon zometeen sap. Wij hebben de guave sap af. Guave sap af. Er zit hier in de fles. En je hebt dus 2 soorten guave. Eentje met de roze binnenkant en eentje met de witte binnenkant. Deze is van de witte binnenkant. En als je dus met een roze binnenkant hebt, dan krijg je ook roze sap. En guave is eigenlijk een soort superfood. Want als je 1 guave eet, heb je 258% van je dagelijkse hoeveelheid vitamine C die je nodig hebt. Al, dus eigenlijk valt het onder de superfoods. Dus dit is lekker gezonde sap, zit wel een beetje suiker in, maar dat maakt niet zo heel veel uit, toch? Ik ga de vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vond je de video nou leuk? Doe dan gewoon even een duimpje omhoog. Kleine moeite. En wil je op de hoogte blijven van alle leuke dingen die we doen in Taiwan. En alle dingen waar we aan moeten wennen. Vergeet dan vooral niet te abonneren. Dan kun je gewoon meldingen krijgen van elke keer dat ik een video upload. Dit zal in ieder geval wekelijks zijn. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot snel.